laten we die discussie goed voeren. Laten we dialoog voeren. Laten we praten. Wat hindert u? Wat is die obstructie voor u om zich niet te laten vaccineren? Maar aan de andere kant wil ik dat ook weten, als u zich blijft vaststellen op het standpunt dat u zich niet wil vaccineren, wat is uw oplossing? Met welke oplossing komt u en met welke oplossing helpt u en biedt u die helpende hand aan die regering om te zeggen, mijn oom vaccineer, maar mijn oom een wondermiddel of ik heb iets voor je als regering, neemt u dat ter harte, bekijkt u het en laten we het samen oplossen. Maar dat komt ook niet. Maar we moeten wel ons beseffen dat we met een serieuze zaak bezig zijn en dat we niet zomaar gaan zeggen, want er zijn niet alleen in Suriname mensen die in de natuurgenezing en traditionele geneesmiddelen bezig zijn, in de hele wereld, maar tot nu toe is er niets op de markt, internationaal, anders zou je dat ook horen, dat kan zeggen dat ik COVID kan bestrijden of voorkomen met een natuurgeneesmiddel. Als dat er is, dan heb ik die informatie gemist, maar ik heb het niet. Maar als het er is, zou het geweldig zijn dat Suriname de lans zou breken voor de rest van de wereld. De drankjes, de natuurproducten zijn slechts middeltjes om jouw immuunsysteem te versterken, waardoor je niet vatbaar dan wel minder vatbaar bent. Ik ben wel op mijn weg naar zoeken naar oplossingen, ben ik wel een middel tegengekomen en dat komt uit Peking Saron. Ik ken de mensen niet, ook al zouden ze naast mij zitten, maar ik weet wel dat we tientallen levens gered hebben. En daarvan kan ik echt wel mijn hand in het vuur steken, als men het wil gebruiken natuurlijk. Je kan zo positief zijn als maar wezen kan. Gelooft u me, in 4 dagen bent u beter. Kunt u weer gaan testen, bent u negatief. Dat is mijn ervaring. Dit is data van de medische zending. We zien dat in Midden-Suriname, Peking Saran, we outbreak hebben. We outbreak, COVID-outbreak hebben. De uitbraak, de reden, we weten dat we op dag der inheemse in een heleboel dorpen er feesten zijn geweest. En daar was het begonnen. We hebben nog uit de cijfers, is het niet gebleken dat er verspreiding is in de nabijgelegen dorpen. Dat hebben we nog niet gezien. Laten we hopen dat het zo blijft, want in Parren hebben we vaker outbreaks gehad in verschillende dorpen. En laten we hopen dat dit zo blijft.